Op een mooie zomerdag brengen we een bezoekje aan het idyllische Cannes bij Riemst. Daar ligt het Château Neer Cannes, een van de mooiste terrassenkastelen van West-Europa. Vorige week maakten we kennis met de rijke geschiedenis en deze week gaan we hier dieper op in, tot diep in de Merchelgrotten. Want deze vormen de basis van het kasteel. Het kasteel staat op zijn eigen bouwwerf nog steeds. Zonder de grotten die achter het kasteel liggen, had het hele kasteel niet kunnen bestaan, want daar haalde men het bouwmateriaal uit om de gebouwen van te maken. Baron van Dopf, eigenlijk de bouwer van het château. En een van zijn gasten in die tijd was Tsaar Peter de Grote. Tsaar Peter de Grote was hoger in aanzien. Dat betekende dat de baron zijn pruik af moest doen. Dat werd ook meteen zijn noodlot. Hij werd verkouden, hij kreeg longontsteking en het was gedaan met de baron. Het was iets wat je tegenwoordig een diplomaat zou noemen. En Dopf die begreep ook wel dat hij daarvoor een passende huisvesting nodig had. Dus hij kocht Neer Cannes met het dorp dus eigenlijk. Hè? Dus met rechten op de macht in het dorp. En verbouwde Neer Cannes naar eigen inzicht tot het landhuis wat het nu is. In die tijd, rond 1650, 1700, was het klassicisme in de mode. En het kasteel werd dus ook in die bouwstijl uitgevoerd. Je ziet het vooral aan de totale strakke lijnen van het gebouw. Er zit een fronton bijvoorbeeld op de gevel, met daarin ook het bouwjaar. Maar vooral aan de setting van het kasteel. De relatie tussen binnen en buiten, de tuinen, het werken met vrij zware lijsten. Het rechthoekige zou je bijna zeggen. En dat geheel maakt het tot een klassicistisch gebouw. In die tijd dat Neer Cannes door de toenmalige eigenaar baron van Dopf werd verbouwd tot een groot landgoed, was het in om te laten zien dat de mens de macht over de natuur had. En naar eigen ontwerp zelfs, liet hij tuinen aanleggen die dus van een hele fijnzinnige stijltuin overgingen in weilanden en boomgaarden. En je dus eigenlijk de grens van het domein niet echt zo kon ervaren. De grens tussen binnen en buiten, die werd heel anders ervaren dan nu. Eigenlijk zoals het kasteel nu gebruikt wordt, op zo'n dag als vandaag, als het lekker weer is en een beetje warm, hè, mensen zitten buiten, binnen is van alles te doen, dan zie je hoe het oorspronkelijk ook geweest moet zijn. Het begrip tuin had een andere functie dan tegenwoordig. Gewone mensen hadden geen siertuinen. Het bestond gewoon niet. Een stuk grond had een nuttige functie. Een bos was geen natuur, een bos was een plek waar je hout uithaalde. De tuin was dus een plek waar je groenten uithaalde. En alleen rijke mensen konden zich dus een siertuin veroorloven. En die moest er dan ook zo artificieel mogelijk uitzien. Die moest dus echt mensenhand gemaakt zijn. En in Neer Cannes zie je dat terug aan die heel strak geknipte haagjes. Precies vierkant gemaakte plantsoentjes. Mooie siervormen die daarin zitten. En dat noemen ze een Franse tuin. Ja, dan zijn we hier in onze wijnkelder, deel van de Merchelgrotten. We noemen dit ook wel ons gastenboek. De gasten mogen hier ook hun naam op de muur zetten. Dat is ook voorbehouden aan een heel speciale groep mensen. In 1991 hebben we dat gehad. En dat was voor de Eurotop op 9 december. Toen hadden we hier de hele Europese top in huis. Onder andere koningin Beatrix en Mitterrand Lubbers, Wilfried Martens, etc. En die hebben allemaal keurig een handtekening hier op onze Merchelwand gezet. En dat is natuurlijk nu een historisch tableau en daar zijn we heel trots op. Een van de andere prominente aanwezigen op het château waren onze eigen koning Albert en koningin Paola. Ze wilden ontspannen en anoniem iets komen eten, maar dat liep anders af dan verwacht. Een heel mooi verhaal. Dat was in de aardbeientijd, zondagavond. Incognito kwamen ze hier naartoe, maar op zondagavond is het 80% Belgische gasten. Dus dat incognito, dat lukte niet echt. Het tweetal is toen buiten op het terras gaan zitten. En ja, mooi weer. Althans, dat dachten we. Het was ook nog zijn verjaardag. En het was mooi weer. En we konden buiten zitten, prima, maar dan begon het te regenen. Maar het restaurant was helemaal volzet. En toen had ik geen plaats. En toen heb ik boven, op de eerste verdieping,
voor de openslaande deuren, waar normaal nooit een tafeltje staat, heb ik een tafel gezet. En daar hebben we dus aardbeien gezet, vanilleijs en de aardbeien met de kroontjes. En die hebben ze zelf moeten in het water moeten doen en zelf moeten schoonmaken. En sindsdien is dat een tafel. Als wij overboekt zijn op een zaterdagavond, zet ik daar nog weer die tafel neer en met het verhaal erbij wil iedereen daar zitten. Als ik opnieuw zou kunnen beginnen, dan zou ik hier meteen weer naartoe gaan. Ja, de mooiste plek van Nederland. Net niet in België.